Mevrouw Smit vertoont sinds een paar dagen agressief gedrag op verschillende momenten van de dag. En het agressieve gedrag wordt steeds erger. Ze smijt een bijzettafel omver. Ze gooit een boek door de ruimte. Ze geeft een voorbijlopende medebewoner een bodycheck. Om een verandering in gedrag al bij de eerste signalen te herkennen, wordt momenteel in het onderzoek MoodSense getest of sensortechnologie daarbij kan helpen. Onderzoekers van het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het UMCG en de Hans Hogeschool Groningen bekijken de komende jaren samen met zorgmedewerkers in een aantal verpleeghuizen of sensoren ingezet kunnen worden bij het voorspellen van onbegrepen gedrag. De sensoren worden zowel in de omgeving verwerkt als op het lichaam van de bewoners gedragen. Bijvoorbeeld door middel van een horloge, schoenzooltje of ring. De sensoren die hierin verwerkt zijn, registreren bijvoorbeeld hartslag, lichaamstemperatuur en beweging. Met behulp van de sensoren proberen de zorgmedewerkers gedurende een aantal dagen zicht te krijgen op veranderingen in factoren die het gedrag kunnen voorspellen. Welke voorspellende factoren dat zijn, dat wordt nu onderzocht. In verpleeghuis Wiemersheert van Zonnehuisgroep Noord loopt momenteel een MoodSense-proef met sensoren die verwerkt zijn in muren en in een ring. Een gouden ring, om precies te zijn. Met toestemming van hun familie is het gebruik van de ring inmiddels bij 2 vrouwelijke bewoners getest. In het begin was het misschien wel even, oh, ik krijg een nieuwe ring. Dames vonden het ook nog wel mooi, ik krijg een nieuwe ring, dat geeft ook nog wel wat. En dat ze eigenlijk, want hij voelt ook heel prettig, je hebt niet het gevoel dat je wat om hebt, maar dat het heel gauw vertrouwd was. En dat ze wel met zo'n ring spelen, maar dat doen wij ook wel als je een ring om hebt, dat je soms even met zo'n ring draait. Maar ze hebben hem niet afgedaan. We streven ernaar, maar dat kan nog een heel lange tijd duren, dat wij vanuit sensordata inzicht kunnen krijgen in het gedrag en ook daarop kunnen gaan anticiperen. Dus dat je personeel kan ondersteunen met informatie vanuit deze sensoren of wellicht suggesties te kunnen doen voor interventies die de kwaliteit van leven verbeteren. Ja, ik denk dat nu we vaak niet weten wat een trigger is voor agressie bijvoorbeeld. En met sensortechnologie zou je het misschien wat vaker eerder signaleren, waardoor je er ook eerder op kunt inspelen en het misschien kan voorkomen. Ik denk als jij een vroeg signalering doet, dus de zorg kan vroeger anticiperen op bepaald gedrag. Dus eigenlijk onrust zeg maar in de kiem smoren door al naar iemand toe te gaan en daar dan al aandacht aan te besteden. Dan kan je dus een escalatie voorkomen, dus dan kan je het probleemgedrag kun je voorkomen. En kan je dus, dat geldt voor die cliënt qua kwaliteit van zorg, die wordt dus lang zo onrustig niet, dus dat biedt meer comfort. Maar dat geldt ook voor de zorg. Want als je iets in de kiem smoort, dan moet je er even aandacht aan besteden. Als iets escaleert en vooral ook in een groep, dan heb je niet alleen die cliënt die niet comfortabel is, maar daar reageert die hele groep ook weer op. Dus het gaat op den duur, in een vroeg signalering gaat het tijd besparen en het komt weer de kwaliteit van zorg voor die cliënt ten goede. Een ander voorbeeld van het gebruik van sensoren. Meneer Harkema slikt medicijnen om zijn bloeddruk te verlagen. Een bekende bijwerking van deze medicijnen is het risico op vallen. En daarom wordt meneer Harkema tijdens het gebruik van de medicijnen, bijvoorbeeld een periode van 4 weken, gemonitord met sensoren. Mocht meneer Harkema nou net vallen nadat de zorgmedewerker zijn kamer heeft verlaten, dan geeft de sensor een seintje en kan meneer Harkema snel weer overeind worden geholpen. Voor dit onderzoek is het cruciaal dat onderzoekers en zorgmedewerkers nauw met elkaar samenwerken. Wat nu nog wel eens leeft, ook als je dit soort onderwerpen bespreekt, en dan hebben we het over robots, dat sommige zorgmedewerkers het idee hebben dat hun werk dan overgenomen wordt. Maar dat juist niet de bedoeling is, dat het ter ondersteuning is aan de zorgmedewerkers en als doel heeft alleen maar de kwaliteit van zorg naar die cliënt te verhogen. Als je alleen maar vanaf een afstand eigenlijk bezig bent met de data die uit sensoren komt, dan mis je een heleboel kennis en interpretatiekracht eigenlijk, waardoor je of foute conclusies kan gaan trekken of dingen gaat ontwikkelen waar niemand eigenlijk op zit te wachten. Daarin heb je elkaar nodig. Want je hebt op beide kanten heb je je expertise en je ervaringen met bepaalde dingen. En juist door die te bundelen maak je een product wat voor de wetenschap belangrijk is en toepasbaar is voor de praktijk. En dat heb je gewoon nodig. Meer weten over MoodSense? Kijk op de websites van UNO UMCG
en de Hanze Hogeschool.